Geen programma in de beloftecompetitie deze week en dus speelde Jong Ajax een oefenwedstrijd op de toekomst tegen Jong FC Utrecht. Een wedstrijd die erg gezapig begon. Geen kansen in de eerste 25 minuten, maar hier is het Dario Svitinić. Voor het eerst dat Ajax gevaar sticht. Utrecht had het ook nog niet gedaan, maar de eerste kans en het eerste doelpunt is voor Ajax. Keurig afgerond door Dario Svitinić. Afgelopen zondag de invalbeurt. En hier tikt hij hem zeer beheerst in de verre hoek langs keeper Cummins van Utrecht. En het waren een paar goede minuten. Want vanaf de aftrap van FC Utrecht is het hier Soek die goed doorgaat. De bal verovert. Afspeelt op Svitinić. Die heeft het gevoelige paasje op Mitchell Donald. En die komt uiteindelijk tot een schot. Maar geen doelpunt. Met een gelukje Cummins in tweede instantie. Ongeveer een half uur gespeeld in de wedstrijd. Mitchell Donald weer. Vertrekt na dit seizoen. Bij Ajax. Even voor 3 jaar getekend bij Roda JC. En hier is het Soek. Met het schot. Maar naast het doel. Veel spelers. Die niet regelmatig meer in actie komen bij Ajax. Timothee Atuba speelde onder meer linksback. Yvan de Snow op het middenveld. En hier het schotje van Svitinić. Die zich uitstekend liet zien gisteravond op de toekomst. Zeer dreigend was, zeer actief. En de gevaarlijkste man aan Ajax-zijde. Dan de vrije trap van FC Utrecht. Komt uiteindelijk met een gelukje richting het doel. Maar Donald had de bal weg vlak voordat hij over de doellijn rolt. Dus vlak voor rust geen 1-1. Maar een prima ruststand voor Jong Ajax. Geen hoogstaande wedstrijd. Maar bij tijd en wijle aardig voetbal. Zeker gezien de ploeg die op het veld stond. Met weinig wedstrijdritme. En weinig samen hebben gespeeld de laatste tijd. Hier het schot in de tweede helft van Leon de Kogel over het doel van doelman Jordi Dekkers. Jozef zo met de vrije trap. Toivo Makki. Bonavazi in de ploeg gekomen met de voorzet. Komt terecht bij Svitinić. En die heeft een mooie bicycle kick in gedachten. Maar helaas geen succes voor de Argentijn. Maar een goede wedstrijd dus van hem, zoals gezegd. Dekkers. Met de hoge uittrap. Svitinić weer, goede balcontrole. En meegeven op invaller Burnett. Burnett met de voorzet, Jozefsson daar. Knap vrijgelopen. Maar vindt Cummins op zijn weg, geen 2-0. Wat een mogelijkheid voor Jozefsson. Cummins houdt het voorlopig op 1 tegendoelpunt. Daar komt nog verandering vlak voor het einde van de wedstrijd. Want hier weer Soek die goed doorgaat. Bonavazia en Kappelhof die uiteindelijk de bal veroveren. Soek hier weg aan de rechterkant. Kijkt goed. Kijkt waar de vrije man is. En die vindt hij uiteindelijk bij Yvan de Snow. En hij zorgt in de slotfase van de wedstrijd voor 2-0. En zo boekt de gelegenheidsploeg van Jong Ajax, de ploeg van Gerry Vink en Yannis Anastasiou, een prima 2-0 overwinning op Jong FC Utrecht. Met als uitblinker van de avond Dario Svitinić. Nou, wat wel goed is dat een Dario hier ook weer een uur inhoud traint, of het is anderhalf uur inhoud traint voor zichzelf. Actief was, nog niet actief genoeg denk ik naar wat hij moet zijn. Maar hij was wel bezig, dus ik heb wel goede dingen gezien, maar er waren ook wel heel veel mindere dingen. Over Dario Svitinić gesproken. Hij was wel echt dwingend aanwezig in de aanval. Ja, daar ben ik helemaal met je eens. En je ziet ook, dat heb ik ook bijvoorbeeld met Joff op de bank nog over gehad. Dat ik Joff nog wel eens laat zien van in alertheid en spanning hebben. Om die situatie goed in te schatten. Nou, daar is Dario wel een mooi voorbeeld van. Die altijd wel alertheid heeft in de 16 van de tegenstander. En ja, dan zie je toch dat zo'n jongen dan toch net iets verder is dan Joff. En aan Dario zie je nu wel af dat hij weer perspectief heeft. En dat straalt hij ook uit. Hij wilde ook de hele wedstrijd spelen. Van tevoren hebben we nog eventjes met hem overlegd dat hij een uur wilde spelen. Omdat hij gisteren ook nog een half uur gespeeld had. Maar hij wilde een hele wedstrijd spelen. Nou, dat zegt iets over zijn jongen, hoe hij er op dit moment voor staat. Hoe heb jij deze wedstrijd benaderd? Nou ja, het is een trainingswedstrijd. De jongens die niet veel spelen, die kregen vandaag wat lekkere wat minuten. En waaronder ik ook.
Dat was ook wel te merken op een gegeven moment. Maar ja, je ziet het als een trainingswedstrijd. Je probeert wat dingen uit en voor jezelf ja, het maximale eruit te halen. Ja, met de wedstrijd in het vooruitzicht naar aanstaande maandag tegen PSV, ja, kunnen we met veel vertrouwen tegemoet zien. Ja, want dat moet een topper worden natuurlijk. Live op tv, geloof ik ook nog. Oh, nou, dat wist ik niet. Dat is een nieuwtje voor mij. Nou, dat maakt het helemaal speciaal. Dus ja, daar kijken we wel naar uit. Kijk, ze worden kampioen. Het moet heel raar lopen, willen ze dat niet worden. Maar het zijn wel wedstrijden die even willen laten zien wie de beste is op dit moment.